Dag Udo, goedenavond. We zijn in Brussel in de Viage. Je staat hier weer bij de eerste uitzending al op dat podium. Hoe doet de mens dat? Ik heb geen idee. Ik denk dat de Jos van Oosterwijk van onderaan het alfabet begint en dan komt hij altijd bij mij uit. Ik sta in de eerste twee afleveringen met mijn nieuwe single, Ik kom naar huis. En dat is uiteraard een heel goede promo, zeker nu omdat de Vlaamse Tinoc naar een veel beter uur is verschoven. Dus ik ben heel benieuwd of er nu effectief wel veel meer mensen gaan kijken. Maar ik denk dat dat voor de artiesten in deze, zal ik maar zeggen, toch slechte crisisperiode altijd meegenomen is om op tv te komen bij de mensen in de huiskamer. Klinkt een beetje pop, maar heel melodieus. Hè? Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat als je een nummer gaat schrijven? Ik heb dat nummer geschreven met Stéphane Fernande. Dan moet je geluk hebben. Soms maak je een goed nummer en geregeld schrijf je ook wel echt brol. dus je moet gewoon geluk hebben dat je de juiste melodie vindt. Dat je ook geïnspireerd wordt door een thema. Want het is echt het thema van vele dertigers die uit een relatie stappen. Omdat ze denken dat het gras groener is ergens anders. En dan toch beseffen van, eigenlijk was het toch wel goed en terug willen. Dus ik had een heel poppy melodie gemaakt met Stéphane, een thema dat aansprak en heel veel strings op, heel veel, zo zal ik maar zeggen, meer een borsato nummer. Maar dan heb ik het, wou ik toch meer de pop-rock tour op en heb ik gevraagd aan Yannick Von der Rie, de producer, om een heel ander kleedje te bedenken voor de nummer. Is dat een beetje breken met wat je vooraf deed? Nee, ik denk dat de rode draad zal bij mij altijd mijn stem zijn. Ik denk dat ik wel zo'n beetje qua pop-rock genre meer teruggrijp naar mijn allereerste album, dat dan in het Engels was. Maar dat was ook mijn bedoeling. Ik wou meer zo'n soort van Anouk-achtige, Queens of the Stone Age-achtige vibe erin. En ik heb dan ook niet voor niks gevraagd aan Leendert Haaksma, dat is de vaste gitarist van Anouk, om het te komen inspelen. Ook Karel, de drummer van Novastar, heeft het ingedrumd. Het is zeer strak en zeer poppy en rocky tegelijkertijd. Ook een beetje voor een breder publiek, hè? Denk ik toch? Ik denk het wel. Ik denk dat het vooral een thema is dat, zoals ik al zei, dertigers gaat, misschien niet gaat aanspreken, maar heel veel dertigers gaan zich daar wel in herkennen. Hè? De mensen die al wat relationele watertjes hebben doorzwommen, die gaan zeker zeggen van ja, dat is uit het leven gegrepen. Hè? Maar het is echt niet te veel bullshit, niet te veel blablabla. Heel simpele tekst en vooral het gevoel overbrengen. Een van de weinige mensen die meedraaien ben jij in dat Vlaamse showbiz-circuit. Ben je live ook sterk, allicht? Ik denk dat ik vooral live sterk ben. Playback ben ik veel minder sterk. Live spelen, dat is echt iets voor mij. En ik ben ook gewoon om of ik nu op grote podia sta of kleine podia, voor ambiance te zorgen. Ervoor te zorgen dat de mensen met een goed gevoel naar huis gaan. En ik ga nu iets nieuws proberen. Dat is namelijk in culturele centra een aantal culturele centra aandoen met het programma 100% Nederlands. En daar heb ik het evenwicht een beetje verlegd. Daar ga ik meer de ballettour op gaan. Meer nummers brengen die de mensen echt gaan raken. Hoop ik tenminste. Sta je dan alleen op dat podium? Of word je begeleid door iemand dan? Ja, ik ga mezelf begeleiden in eerste instantie. Ik heb een babyvleugeltje gekregen. Daar is trouwens heel wat ophef rond geweest. Want ik had gezegd, de baby is er. En heel veel mensen dachten dat ik papa ging worden. Maar het gaat dus wel degelijk over een babyvleugel. En ik heb vier muzikanten met mij nog op het podium. En het gaat heel intiem zijn. Ik heb ook een verrassing. Maar ja, die mag ik natuurlijk niet verklappen. Schoon, madame. Ja. Bedankt, Udo. Alsjeblieft.